Jammer dat de ChristenUnie daar tegen is en dat ze vandaag dat ook hebben uitgesproken. En ik denk ook dat het niet verstandig is. Maar ja, er zijn ook meer partijen waarvan ik hoop dat ze nog overtuigd kunnen worden. Bij haar GroenLinks, die we net bespraken, zijn daar misschien wel de belangrijkste van. Ja, maar er is geen verband tussen de ChristenUnie die nu nog kan zeggen we zijn tegen en er is een nieuw kabinet. En dan kunnen ze misschien toch zeggen, ja, coalitieakkoord zijn we toch voor. Dan moet je denk ik even de ChristenUnie uitnodigen. Ja. Uh, dat lijkt me dan het verstandigste. Kijk, ik vind het vooral zonde omdat we nu in een avondlockdown zitten. Ik denk dat heel veel Nederlanders zoiets hebben van: oké, okay, wanneer gaan we daar uitkomen? Die horen vandaag: nou, dit kan wel eens wat langer gaan duren. Als dat nodig is voor de ziekenhuizen, denk ik dat we dat ook moeten doen. Maar laten we nou alsjeblieft ook zorgen dat we de stappen zetten die ons kunnen helpen om daar sneller weer uit te komen en ook uit te blijven. En dat zijn stappen waarvan ik heel veel landen in Europa nu uh, die ook zien nemen. En waarvan ik denk: laten we die moeilijke keuzes in Nederland niet uit de weg gaan. Nou,